Tijdens het wateronderzoek volg je best een gelijksoortig stappenplan. Voor dit onderzoek kijken we naar het slootje in het buskampvaal. Het water stroomt door een dicht bebost gebied. En met de materialen raken we door de 4x4 dicht tot bij de oever. Deze doet ook dienst als klein zaadlabo, met enkele chemische producten ter bewaring van de genomen waterstalen. Meetapparatuur en materialen worden verder tot bij het water meegenomen. Eerst is het de bedoeling de omgeving visueel te beoordelen op zichtbare vervuiling. Dit kan een afvoerleiding zijn of een olielaag. Welke factoren zijn nog door deze omgeving bepaald? Is er veel zonlicht? De directe blootstelling aan de dagelijkse open hemel, het relief en het debiet van de stroom, eventueel eb en vloed zelfs bij de zee, door het zoute water. Men neemt hiervan notitie op een standaard formulier. Enkel van de vele punten kunnen door visuele onderzoeker eens worden ingevuld. Vervolgens wordt een drietal liters slootwater opgehaald. Na het spoelen van de recipiënten met hetzelfde slootwater om contaminatie te voorkomen. Dit water wordt overgegoten in 2 maatbekers. Daarin plaatsen we ook de sonde van 3 meetinstrumenten. Op de digitale schermen kan men de waarneming aflezen en in het geheugen inladen. Er worden 3 waarden gemeten. Een eerste meting is die van de elektrische geleidbaarheid of aanwezigheid van ionen in het water, zoals ionen van opgeloste zout. Hoe meer zout in het water is opgelost, hoe beter dit water de elektriciteit geleidt. Dit is een indicator van allerlei opgeloste stoffen. Een tweede meting is de pH-waarde. Deze geeft de waarde tussen zuur en basis. 7 pH is neutraal, zoals kraantjeswater. 8 is licht zuurig tot 12 en 6 is licht basis. Misschien door zeepvervuiling. Let wel, soms zijn er visueel schuimkoppen te zien op het water, maar dit is soms natuurlijk opgeklopt eiwit. En dit is een natuurlijk proces in tegenstelling tot zeepschuim. Een derde meting doen we om te bepalen hoeveel zuurstof er aanwezig is in het water. Dit is een belangrijke waarde die gemeten wordt terwijl de sonde geroerd moet blijven. De meter verbruikt immers zelf zuurstof om zijn waarneming te kunnen doen. Deze resultaten nemen we mee in het onderzoek. Uiteindelijk gaan we van de bodem en de organismen die leven in het water een monster maken. Dit is een belangrijke stap. Bij deze stap zijn een aantal zaken heel belangrijk. En het scheppen met een net in water vraagt gepaste kledij. Botten een waterpak. De voorbereidingen zijn belangrijk. Het schepnet ook nog even spoelen en vervolgens over een afstand van ongeveer 10 meter tegen de stroming inscheppen in het water. Net boven de bodem, van takken, tussen schors en bladerval onder keien als die er zijn. Dit staal brengen we over in een draagemmer om verder te determineren. Hier zie je al een aantal grotere organismen uit het water. De waterdieren zijn soms zeer klein dat verder onderzoek nodig is in het labo. Het staal wordt meegenomen en met microscopische precisie gedetermineerd. Met vele kiemdraden rondom. Dus heel snel achter.